Het Wilhelmus klinkt voor Sanne van Paassen. De 22-jarige student aan de Wageningen Universiteit heeft de wereldbeker te pakken na een pittige veldrit in Hogerheide. Ja, het was een hele zware koers en ik ben twee keer na de NK ziek geworden. Ik merk gewoon dat ik ervan heb geleden, maar ik heb gevochten en ben ervoor gegaan. Van Paassen begint in een kopgroep met alle andere favorieten, onder wie wereldkampioene Marianne Vos en de Amerikaanse Catherine Compton. Een plaats bij de eerste vijf is voldoende om de wereldbeker veilig te stellen. Van Paassen kan aanvankelijk goed mee, maar moet uiteindelijk drie andere rijsters laten gaan. Onder wie Compton? De Amerikaanse rijdt weg bij iedereen en dan is het zaak om niet meer plekken te verliezen. Van Paassen ziet daarvoor flink af. Maar de missie slaagt. Compton wint en Sanne van Paassen komt als vierde over de finish. Ja, is binnen. Ik ben er heel erg blij mee. Het was zwaar, moeilijk, maar ik heb hem en daar ben ik gewoon trots op. Het volgende doel is het wereldkampioenschap volgende week in het Duitse Sankt Wendel. Dat is ook een wedstrijd waar ik ga pieken en ik hoop dat ik gewoon deze week nog gewoon helemaal op een knappen van mijn ziek zijn. En dat ik gewoon weer een stapje maak en dat ik wie weet wel met een kopgroep mee kan en op het podium kan staan. Daar ga ik voor. En daarna wacht weer de studie in Wageningen. Daarna ga ik stage lopen en ga ik mijn andere dingen doen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb. Dus dan is het seizoen klaar en dan ga ik weer op mijn studie focussen.